Binnen de context van deze spreuken is de jeugdbrandweer After Action Review een eenvoudige en informele methodiek die aanzet tot leren. Dit leren gebeurt op individueel, team- en organisatieniveau. Het resultaat van het toepassen van de After Action Review is vooral inzicht in en bewustwording van het eigen handelen en het handelen van het team. Er wordt inzicht verkregen waarom handelingen wel goed en minder goed gingen. Daarnaast wordt het communiceren binnen het team en het geven van feedback gestimuleerd. Jeugdbrandweer Geldermalsen, hier AC. Ik heb voor u een binnenbrand, op de pan over 10, de Geldermalsen. Binnenbrand, pan over 10, de Geldermalsen, over. U heeft voor ons een binnenbrand, de pan over nummer 10, de Geldermalsen. Is dat correct, over? Jeugdbrandweer Geldermalsen, hier AC. Dat is correct, over. Deze film wordt je meegenomen naar een geënsceneerd scenario van een brand in een pand. Bewust zijn een paar sterke punten en verbeterpunten in de uitvoering van de acties van de jeugdbrandweer verwerkt. De After Action Review wordt daarna toegepast op twee meest voor de hand liggende locaties. Probeer tijdens de inzet al bewust te worden van je handelen. Neem deze punten mee in de After Action Review. Binnen de After Action Review wordt door het stellen van standaardvragen als individu en als team teruggekeken naar de uitgevoerde actie. Wat was het plan? Wat is er werkelijk gebeurd? Waarom gebeurde het? Wat kunnen we als team van deze ervaring leren? Zijn er leerpunten die we met anderen willen delen? Rechtsom verkennen, geef huurhouder voorbij, kijk of slachtoffers zijn. Hallo, waar is er iemand? Ik hoor een slachtoffer en ik zie hem ook. We gaan hem redden. Hallo meneer. Evalueren aan de hand van de After Action Review. Wil ik met de bevelvoerder beginnen. Bevelvoerder, wat was je plan en met welke risico's hield je rekening? Mijn plan was verkennen, geen vuurhouder voorbij lopen en het redden van de slachtoffer. Nummer 1, wat is er werkelijk gebeurd? Nou, we kwamen hier aan, we zagen het slachtoffer, die zijn we daarna direct gaan redden. En toen we terug wilden, toen kwam het vuur gevaarlijk dichtbij. Oké, nummer 2, waarom gebeurde het? We waren gefocust op het slachtoffer en hebben de brandhaard niet gezien. Dico, wat kunnen wij als team hiervan leren? Dat we bij een redding net op onze eigen veiligheid moeten letten. Mallen, zijn er geleerde lessen die we met anderen willen delen? Ja, ik denk dat we dit ook door kunnen geven aan onze juniorenploeg. Oké, onze eigen junioren, heel goed. Hebben we nog meer lessen? Ja, dat zou ook op de wedstrijd kunnen tegenkomen. Ja, op de wedstrijden, klopt. Ja, want op de jury staat is het ook een beoordelingspunt. Dus. Ja, dat is een heel sterk punt. Dat klopt ook. We hebben de After Action Review nu toegepast. We gaan terug naar de kazerne. De
after action review gebeurt direct na de uitgevoerde actie en kan worden toegepast op diverse locaties. In dit geval op de incidentlocatie. De jeugdleider of bevelvoerder start en begeleidt het proces. Hiervoor zorgt hij samen met alle teamleden voor een open en veilige leeromgeving. Het team krijgt in deze after action review feedback omtrent de uitgevoerde inzet. In het vorige voorbeeld was goed te zien hoe de after action review toegepast kan worden voor een verbeterpunt. Laten we nu eens gaan kijken hoe de after action review voor een sterk leermoment kan worden gebruikt. Probeer tijdens het incident al bewust te worden van je handelen. Neem deze punten mee in de after action review. Nee, waar? Achterin, rechts zo, schuin oversteken. Schuin oversteken, bij welke deur kunnen wij naar binnen? De rechtse. We kunnen bij de rechtse in het midden. 1 en 2, de rechtse deur verkennen. Wij gaan de rechtse deur verkennen. Okay. Door de knieën. Door de knieën. Hoofd afwenden. Hoofd afwenden. Ga nu de deur een stukje open. De deur is een stukje open. 21, 22, 23, 24, 25. Het betreft een kleine brand en we zijn wel het meest erover. Oké, mannen, einde oefening. We hebben net geoefend met elkaar. Ik wil graag de oefening evalueren aan de hand van de after action review. Ik wil Laurens vragen of de velvoerder het woord nemen. Nou, we beginnen met de uitdruk. We kregen een binnenbrand op de Panhoven nummer 10 in Geldermalsen. Tijdens het aanrijden kregen we te horen dat het om een leegstaand pand ging. Het zou te koop staan en we wilden tijdens het aanrijden horen dat er een sleutelhouder ter plaatse zou komen. En daarom was mijn plan om als eerste een snelle verkenning te doen en me richten op de brand, want in de leegstaand pand hebben we geen slachtoffers. En ja, hoe is dit gegaan? Dat wil ik eigenlijk via jullie vragen. Door even een beetje drie kopjes te houden in de eerste buitenverkenning. Ik weet niet of je daar iets over aan te merken is. Ja, dat gaan we meteen ook sleutelhouder tegen. De kracht van de after action review zit in de eenvoud en de logica van de methodiek. Er is geen sprake van ellenlange formulieren of rapporten die ingevuld moeten worden. Het stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en het leren van het individu en van het team. Verleid jeugdleden om aan de After Action Review mee te werken. Pas hem toe op verschillende locaties. Word beter als vakman. De After Action Review zal net zo gewoon moeten worden als het drinken van een kopje koffie na terugkomst op de kazerne. Succes is geen toeval. Afblussen, kunnen jullie daar iets over te zeggen? Ja, ik afblussen ging vloeiend, dus de blussen zelf. Je gaf duidelijke commando's aan ons, zodat we precies wisten waar, welke deur we binnen moesten en het vuur snel onder controle hadden. Nou, heel fijn om te horen. Dat geeft mij en denk ons, zeker als team, een goed vertrouwen voor de komende wedstrijd. We danken jullie nu voor jullie inzet. We hebben de oefening net geëvalueerd, onder leiding van de bevelvoerder Laurens. Dat heeft hij gedaan aan de hand van de After Action Review. Mijn complimenten aan jou, Laurens, hoe je het opgepakt hebt. Ook mijn complimenten aan jullie. Dat je in een veilige omgeving eerlijk de punten deelt die deze oefening hebben opgeleverd. Ik denk dat we zo beter worden als persoon, maar ook als team. En dan kunnen we het eigenlijk afronden. Ik stel voor dat we naar boven gaan, pakken daar nog wat drinken. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Thank you.